1 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met een kort bulletin. Met een militaire actie heeft de Nederlandse regering vanmorgen vroeg een einde gemaakt aan de gijzelingen in de trein bij de Punt en in de school in Bovensmilde. Het is zaterdag 11 juni 1977. Nederlandse militairen maken een einde aan de dan al 19 dagen durende treinkaping bij de Punt. Bij de actie komen 6 Zuid-Molukse gijzelnemers om het leven en verliezen ook 2 treinpassagiers het leven. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wat er precies gebeurd is en bestaat het vermoeden dat er door het leger buitensporig veel geweld is gebruikt. In het gerechtsgebouw in Den Haag zijn de afgelopen 2 weken 11 mariniers verhoord over hun rol bij de bestorming van de trein. Het proces wordt in de stad op de voet gevolgd door Otjep Rahantoknam, die de rechtszaak belangrijk noemt. Ja, en belangrijk in die zin dat toen de tijd heel wat Molukkers al het vermoeden hadden dat er dingen waren gebeurd in de trein die niet hadden mogen gebeuren. Behalve de treinkaping zelf bijvoorbeeld, zullen mensen wel tegen zijn. Maar de manier waarop een aantal dode treinkapers uit de trein zijn gekomen of zijn gedood, daar zijn heel wat vragen over. Otjep maakte de treinkaping van dichtbij mee en was indertijd goed bevriend met een deel van de gijzelnemers. Ondanks dat hij nieuwsgierig is naar de rechtszaak, heeft hij niet hele hoge verwachtingen. Ik verwacht niet dat de mariniers die betrokken waren bij het aanvallen van de trein en de scherpschutters het achterste van hun tong zullen laten zien. Tenzij mensen al zeggen van nou ja, wat je ook zegt, je wordt daar niet voor gestraft of zoiets. Hè? Dit is Nino Solissa. Hij heeft de jaren 70 niet bewust meegemaakt, maar ondanks dat is hij erg geïnteresseerd in de rechtszaak, omdat er in zijn familie nog regelmatig over de gebeurtenissen gesproken wordt. Wat is er precies gebeurd binnen in die trein? Dat is nooit goed onderzocht geweest. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder als we ons realiseren dat op die dag door kogels van onze overheid 8 mensen om het leven zijn gekomen. 6 kapers, maar ook 2 volkomen onschuldige passagiers. En dat is nooit goed onderzocht. En als je nu leest dat nu pas de laatste jaren boven tafel is gekomen dat er bijvoorbeeld op ongewapende mensen is geschoten, dat er lichamen gevonden zijn waar meer dan 40 kogels in zaten, en dat mensen dood zijn geschoten terwijl de loop van het vuurwapen op hun lichaam geplaatst was, dat er brandwonden te zien zijn. Maar ik denk dat het zeer zeker niet nodig was geweest om het op die manier te doen beëindigen. Volgens mij, als ze nog even hadden gewacht, hè, dan was het denk ik op een vreedzame manier opgelost. Omdat zowel de treinkapers en de gijzelnemers, hè, de Molukse gijzelnemers en de gegijzelden, denk ik ook niet veel langer zouden uithouden, denk ik. Het was wel een uitputtingsslag. De eisen van de overvallers werden bekendgemaakt in een brief die vanmorgen. Tijdens de rechtszaak worden de mariniers anoniem verhoord en probeert men aan de hand van audio-opnames een goed beeld te krijgen. Ja, voor wat ik begrepen heb, zijn er in die opnames in ieder geval hele dubieuze teksten te horen. Dat gaat dan over genadeschotten, over mensen kapotschieten, et cetera. En het is bijzonder dat je nu in de rechtszaak ziet dat mariniers wel zeggen, oh ja, ik herken mijn stem. En dat ze dan even daarna zeggen van, goh, maar volgens mij heb ik dat niet gezegd. Terwijl dat met hun eigen opnameapparatuur is vastgelegd. Sowieso zijn de verklaringen heel erg divers van de mariniers, van de getuigen. Ze lopen heel erg uiteen. En het is ook wel bijzonder om te zien dat ze elkaar ook tegenspreken. De verklaringen van de andere mariniers en dat ze ook soms uitspraken doen die in strijd zijn met de andere bewijsmiddelen in het proces. Dus het is heel interessant om te zien wat de rechtbank dan nu daarmee gaat doen. Wanneer zou u tevreden zijn? Ja, ik zou tevreden zijn als Defensie gewoon ook op elkaar speelt en er gewoon terugblikt. Maar ik denk dat het een illusie is. Ik hoop, denk ik, voor de betrokkenen, voor de persoonlijk betrokkenen op ja, de missende puzzelstukjes, antwoorden op vragen. Het is heel normaal dat als de overheid iets gebeurt, er kunnen dingen fout gaan, dat is geen probleem. Het was natuurlijk ook een hectische situatie, maar dat je daarvan leert en dat je daar je beleid op aanpast en dat je daar als overheid verantwoordelijkheid voor neemt. De uitspraak van de rechter wordt binnen afzienbare tijd verwacht. Bij eventuele misstanden kunnen daders vervolgd worden, omdat de verjaringstermijn nog niet is verstreken. Ik zie ze.